Hoi, wij zijn Anouk en Dagmar en samen met Queens of Dairy laten wij alles zien met koffie en melk. Wat is specialty melk? Hoe werkt lactoart? En wie is de melkboer? Vandaag hebben we het over... Wat is het verschil tussen Jersey en Holstein koeien? Hallo! Hey Anouk! Hoi! We zijn hier op de boerderij van Johan. En nu kan ik eindelijk aan jullie laten zien wat nou precies het verschil is tussen een Jersey en een Holsteiner. Welke is de Jersey dan? De kleine daar, de bruine. Dat is de Jersey. Zo. En die hele grote zwart-witte die ernaast ligt, dat is een Holstein. Alright, we staan hier tussen de Jerseys en de Holsteins in. Oh. En er komt eerst lawaai aan. Dat is een van de lievelingsstakels. Maar wat is nou voor jou het grote verschil tussen Holstein en een Jersey? Ongeveer 250 kilo. Ja. En een Jersey die eert ook veel minder. En hij produceert meer vet en eiwit in procenten gezien, en wat minder liters. Dus de efficiëntie van een Jersey is gewoon groter. Je hebt minder mest, ietsjes minder melk, maar de productie aan vet en eiwit is nagenoeg gelijk. En hij is eigenlijk gewoon een duurzame koe. Oké, dus eigenlijk moet iedereen gewoon Jersey koeien hebben? Eigenlijk moet iedereen Jersey koeien. Ik denk niet dat het soms leuk voor je. Voor die gasten waren ze opgevallen. Oh. Waarom zijn er niet alleen nog maar jerseys hier? De Jersey is op dit moment een veel duurdere koe dan de Holsteiner. En om hem in eigen aanwas... Even uit interesse, hoe duur is een koe? De Jersey kost op dit moment ongeveer 1700 euro per stuk. En een Holstein die zit op 1100, 1200 euro per stuk. Ik zie jou rekenen, kan ik dat betalen? Ja, ik zou wel. Kunnen die ook in een appartement staan? Ik denk niet dat dat zo diervriendelijk is om daar een kalfje of een koetje te houden. Nee, daar heb je niet op. Ik denk dat ik een kalfje wel de trap op kan tillen. Ik weet alleen de vraag hoe die ooit weer mee gaat. Nou, je mag hem een tijdje leren. Ja? Oh, dat vind ik ook wel leuk. Dan kan ik iedere dag een kalf fles geven en zo.